Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog toe. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie het op de hoogte van het rijden en zeilen van Psycho TV. Ja, mensen, ik heb al 1,1 terabyte gedownload deze maand. Dat is al redelijk veel voor op mijn telemeter. Oh my fucking god. Ik ben nu ook nog de vlog aan het uploaden. Ik ga nu ook vertrekken naar mijn wijk toe. Of anders ga ik veel te laat zijn. Heb ik er zin in? Nee, want het is naar Welle toe. Vandaag, wat er ook nog op de planning staat, is deze avond de Q&A opnemen. Dus de questions and the answers. De vragen en de antwoorden. Daar is in deze hele periode redelijk wat gebeurd. En dat wil ik ook nog even op een rijtje zetten. Daar wil ook zelfs een kijker van mij mee naar de rechtbank laten komen. Hij doet maar. Het filmpje is toch offline en als hij zijn eigen wil belachelijk wil maken, dan doet hem maar. Dan sleet hem maar mee voor de rechter. En ja, ik had dan ook wel eens goed lachen. Echt waar. Dus mensen, denk eraan. Dus als jullie beelden van mij willen gebruiken, maakt niet uit als het een seconde is of 2 seconden. Maakt niet uit. Vragen. Vragen is een kleine moeite. Hieronder staat een link van een Discord server. Of wat ook iedereen kan, bijna iedereen kan, ik zal het zo zeggen, is een e-mailje sturen. Een e-mailje sturen naar info@cycletv.be om dan daar te vragen van, mag ik bijvoorbeeld van die vlog, van die vlog, van die vlog, of van die filmpje, van die filmpje, van die filmpje, van die filmpje van jou, de beelden gebruiken. Dan ga ik even kijken wat voor beelden dat dan in die vlog allemaal voorkomen. En dan zal ik wel 9 van de 10 kansen zeggen van, ja oké, dat mag. Maak er maar eens iets heel moois van. Maar niet op je eigen houtje gaan werken. Dus gelijk I'm too big, I'm a gorilla of zoiets, die hele lange nickname. Ja, ik ga het ook bekendmaken. Ik ben voor jou al naar de politie gegaan. Dus denk daar maar aan. Dus gebruik alsjeblieft geen beelden zonder mijn toestemming. Bij deze. Ik ga nu al zeker en al vertrekken, of anders ben ik zeker te laat op mijn wijk. Salut! Ik zal zeggen, hier is nog een kleine onride van hier mijn thuis tot op mijn werk. Yo. Dus ga ik nu juist vertrekken. Ik heb ook gedaan met werken. Ik ben vandaag weer al naar Koen en Nagels geweest. Daar is het niet toe. Nu wel. Met Koen en Nagels weer geweest om de bakken te sorteren. Oh man. Ik ben er ook één keer heel zwaar neergegaan. Echt heel zwaar. Ik ben niet goed in mijn rug. Maar ja, maakt niet uit. Ik weet dat ik morgen sowieso al terug naar het BWM moet. Ja,
Ja, ik reed eens anders naar mijn werk. Niet via de Jordijnstraat, maar gewoon. Via de Grootstraat, dacht ik dat het was. Eens kijken. Dit is de Medegatstraat waar ik nu op aan het rijden ben, dacht ik. Ja, Medegatstraat. En dat is dan de Grootstraat. Maar hier heb ik nergens geen naamplaatje. Jammer. Oh, en die zon, hè. Die zon is er weer van de partij. En daar ben ik wel echt heel blij om. En plaatsen jullie mogen wel uit. Dus ben ik wel echt heel blij om. En nu gewoon rustig op mijn gemakje even mee gaan neerleggen. Want dat van dat bakken doen, man, daar heb je toch wel energie voor nodig. Echt heel veel energie. En het is nu groen, dus dat betekent dat ik het niet ga halen. Heeft toch wel nog wel lang op groen? Nee, ik haal het niet. Ik haal het niet. En nee mensen, ik ga ook niet door rood rijden. En mensen, die voor mij doet al een overtreding. Geen aanwijzingsrichtingswijzer. En die achter mij ook niet. Ik zie ook nergens geen pinker. Mensen, ze gaan daar zwaarder op beboeten. Denk eraan, de anonieme wagens die rijden rond. Die rijden rond en die staan sneller langs jou dan je verwacht. Maar die voor mij heeft nu wel zijn pinker aangezet. En die achter mij dus niet. Dus die achter mij is in fout. Ja. En er is opnieuw bijna een accident gehad. Voor richting mijn ouders te gaan. Ik reed achter een wagen. Ja, die moest dan inrijden. En dan in één keer schiet er een auto uit die straat. Uit die straat. En dan in één keer moest ik echt waar, moest ik alles, maar ook echt alles toegooien. En die ene vrouw, deed echt handen dus echt zo voor de ogen. Want het was echt creepy. Het was echt creepy. Zo, ik ben thuis. Joepiekajee. Dat is een 4 minuten trip van mijn ouders naar mijn thuis uit. Oei, er is ook al hier al iemand juist gearriveerd. Mijn onderbuurvrouw Zinnezoen. Ik ben mij anders aangedaan. Ja, dat is gewoon een andere jas, andere schoenen. Oh, mannetjes. Nu ga ik mijn schatje halen. Ja, ja. Dus ik ga nu Beerke halen. Jawel. Mensen, dan zien jullie die ook subiet terug in mijn vlog. Oh yeah. Ik wou eigenlijk nog wel een kleine powernapje doen. Ik dacht dat ik iets zag, maar het is niet. Een kleine powernapje doen. Maar dat is er ook niet van gekomen. Bij deze. Allee, ik ga richting B nu. Tot straks. Hier ook weer al bij mij zit. Hallo. Ah, daar komt er nog klank uit. Ja, ik was nog niet klaar met dinosaurus kijkers. Oké. Nee, ik heb ook een kleine mededeling naar Jordi toe. Echt waar, Jordi, heel veel sterkte gewenst met het overlijden van uw oma. Het is een enige deelneming. Ook veel sterkte ook naar uw familieleden toe en uw vrienden en ja, kennissen die rond uw oma daar zaten. Dus dat is nooit of te nooit leuk om het te horen dat, ja, dat er iemand is gestorven. Dus daarbij deze
heel, heel veel sterkte van mij uit en van... mij. Voilà. Ik vind dat heel erg, want dat doet mij aan mijn opa denken, hoe hij dat heeft gezegd. Ah, oké. Okay. Mijn opa was ook heel erg ziek. Maar die is al van 2014 dood, dus ik ben er al een beetje overheen. Er gaat nu nog een hele moeilijke periode tegemoet, Jordi. Want ik ben om een hele korte tijd, ik ben er echt... what the fuck? Waarom stond die bus hier? Die moest daarin. Ik denk het ook. Die moet nu rechtdoor rijden. Die gaat zich draaien, denk ik. Of al ja, zo op die pleintje daar draaien, dat kan ook, ja, schat. Ik ben in mijn achteruitkijkspiegel op kant kijken, mensen. Nu gaat dat niet meer zien. Nee, je rijdt rechtdoor. Maar nu denk ik weer aan de situatie van mijn opa, hè. Ja. Want mijn opa heb ik heel goed gekend. Ja. Eén opa niet. Die heb ik helemaal niet gekend. Maar de ene opa van mij, die was zwaar ziek. Ja. En toen dat die... in het ziekenhuis lag, toen ik die voor de laatste keer had gezien, had hij nog wel zulke benen. Ja, dat doet mij ook denken aan mijn opa, hoe je dat nu zegt. Ja, maar dat doet pijn als je het zoiets kan herinneren. Hè? Ja, en Jordi, ik heb op een half jaar tijd, ik ben er echt heel eerlijk om, twee opa's verloren. Twee opa's. Zowel een stiefopa, dus aan mijn mama zijn de kant, als aan mijn papa zijn de kant. De opa. Ik mis hem nog elke dag. Ik denk hem nog elke dag aan hem. Hij hangt ook zelfs boven mijn computer. Ja, dus mijn opa, waar ik echt goede contact mee had. Niet met mijn stiefopa, jammer genoeg. Maar ik mis hem ook wel. En ja, het is nooit leuk om zo van die berichten. En zulke verdriet ga je altijd blijven houden, elk jaar opnieuw. En geeft dat ook een heel mooi plaatje in je leven. En ik ga sowieso zeggen, vergeet wel de slechte momenten, maar behoud de goede herinneringen. Ja. Ja. Die was juist ook voor mij hier. Die heeft mijn plaats ingepikt. Voilà. We zijn terug aangekomen op mijn appartementje. Even kijken als ik alles heb. Dus, maar ja. Dus hallo, we gaan nu naar de kijkers en welkom nog eens op een Q&A. Dus vergeet hier onderaan ook niet naar de Discord chat te komen. Zo kun je daar, is er ook een Q&A room. Daar kun je ook uw vragen stellen die we ook gaan beantwoorden in mijn vlogs. En ook natuurlijk... kun je daar ook integraal Movies Only for Discord vinden. Alleen als je op mijn Discord server zit. Er zijn filmpjes die jullie als kijkers niet zien, maar wel als Discord mensen, want die link staat verborgen. Oké. Okay. Gaan we er tegenaan, schat, voor de Q&A? Ja. Eerst zou ik voel me niet gewoon eens. Koud. Misselijk. Oei, oké, dus we gaan er heel snel dan naar tegenaan gaan. Vlog nummer 769, daar is één reactie op geweest. Jordi, geloof jij dat de aarde rond is of plat? Wat denk jij? Rond. Denk je echt rond? Ja. Ah, wel, ik ook. Want er is een... ja, waar is dan de eindpunt van de aarde, Jordi? Dat is dan een vraag naar jou toe. Dus waar stopt de aarde dan, volgens jou, als de aarde plat is? Dan moet je toch van de aardebol afvallen? Dat kun je toch niet, want ze sturen raketten naar de ruimte. Voilà, bij deze. Oei, twee meldingen nog in één keer. Oei, een minuut geleden. Op welke vlog? Dat moet ik nog wel eens even gaan kijken. Dat is van de Kook livestream. Even zoeken. Steunzolen, livestream koken. Hier. Ik denk dat hier dan een reactie is bij opgekomen. Nee.
Oei, 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 hier zeg ik niet. Ja. Daar is zelfs ergens een reactie bij opgekomen, maar ik vind het even niet, dus ik ga het dan zo doen. Oké. Op vlog 776 heeft Simon Butts juist een reactie geplaatst. Ik heb een grappige vraag. Als je moest kiezen nooit meer macaroni met kaas en hesp en ijsjes kunnen eten of nooit meer seks? Dan kies ik toch voor macaroni met kaas en hesp en ijsjes kunnen eten. Of nooit meer seks. Dat is wel een moeilijke, hè, schat. Dat is mijn lievelingsding, macaroni. Dat weet ik, maar je moet kiezen. En pas op met wat je zegt, hè. Ik denk dat ik toch ga kiezen voor nooit meer seks. Oké, dan krijg je het vanaf nu ook niet meer. Grapje, de mensen. Ik verkies echt waar voor macaroni met kaas en hesp en ijsjes kunnen eten. Voilà, bij deze is de antwoord, is het vraag. Nee, dat kwam door mij. Oké. Want ik heb dat als grapje gezegd. Dus, oké, dus die vraag is nu ook al beantwoord. Dan die van Tom is ook al beantwoord. Dan 770, daar zijn 0 reacties op gekomen. Blijf. Dan de unboxing, daar 771, daar zijn 8 reacties opgekomen. Bas, Trip en CS. So good, love, thank you, Bas, Trip en CS. For your comment on my, on my the Q&A. Okay, now I'm going to back to Flemish or Dutch. Boterham Vlogs. Kun je eens een shout-out doen naar mijn maatje, Nicken van Dalen. Alvast bedankt. Bij deze is het gebeurd. Ja. Jij mag nu eens de volgende zeggen. Jordi, wow, Dimi, dat had ik niet verwacht van u. Op 14.53, dus dan gaan we YouTube hier weer bij halen. Als er nieuwe verkiezingen zijn, ga ik even ook mee luisteren. En ga ik echt stemmen op. Sorry Mike Pinkster op Vlaams Belang. Ah, dat is van dat stemmen dus. Wacht hè. Ja, dat ik op Vlaams Belang stem. Bij deze. En dan, als ik dat niet had verwacht, ja. Wat moet ik daarop zeggen? Daar kan ik geen antwoord op geven, hè. Ja. Okay. En dan de volgende wat daarop gereageerd is, maar die naam kan ik niet zeggen. Head on to money, big bite, name I'm a gorilla. Waarom is Timmy een racist? Dit slaat alle knoppen. Ik ben geen racist. Ik ga nog eens een standpunt duidelijk maken. Ze zijn hier welkom. Alle vluchtelingen zijn hier echt welkom. Maar ze moeten ook wel van de polkens wal van de vrouwen afblijven. Hè? Want verkrachtingen, daar kan ik ook niet mee weg. Bij deze, ze moeten ook integreren in onze maatschappij. Maar bijvoorbeeld als wij gaan vluchten, als hier oorlog is, en we gaan vluchten bijvoorbeeld naar Amerika, wij moeten dan ook Amerikaans leren. En daar ook integreren. Punt uit. Dus dan vind ik ook, en als dat de moeite niet doen, dan vind ik, kijk, geef ze wel een paar maanden de tijd om te beseffen dat ze hier moeten integreren, vind ik. En dan, als ze het toch niet willen doen en toch hun klikken en klakken er willen naartoe smijten, ja, dan vind ik wel dat ze terug moeten gestuurd worden. Wat vind jij daarvan? Maar dat ze dan niet meer moeten van ons van profiteren. Maar niet iedereen profiteert. Ja, nee, dus... Je verwoordt het verkeerd. Nee, iedereen profiteert, dat klopt. Omwille van... Iedereen profiteert. Ja, omwille van dat zij dan ook naar werk zoeken en hun ook proberen in het Nederlands taal. Dat bedoel ik. Maar de profiteurs, die vinden dat ze die wel dan moeten terugsturen. Ja. Maar zoals Ad Boef, die heeft 3 jaar in een asielcentrum gezeten. Heeft hij ook op Discord gezegd. Ah, oké. Okay. Maar die was verschrokken dat je dat had gezegd. Ah, oké. Okay. Maar ik hoor dat mijn standpunt nu wel is duidelijk gemaakt. Oké. Okay. En dan MH. Amai.
een hele korte nickname. Jij mag nog een keer? Waar? MH. Haha, zit. Julie? Gillen nu weer al terug aan de drugsafvatten? Beantwoord maar. Waarom moet ik altijd beantwoorden? Weet ik niet. Ik geef toe, ik heb de neiging om er terug aan te gaan, maar ik doe het niet. Voilà, ik ook niet. Hoe moeilijk dat het ook is. Dat is heel moeilijk. Maar we vechten er tegen. Maar lieve mensen, ik wil jullie daar ook iets van vragen. Beste mensen, luister nu goed, hè. Willen jullie alsjeblieft stoppen met dat te vragen, want zo blijven we daar goestingen krijgen. Ja, is het ook moeilijker voor te bewerken. En dan is het ook moeilijker om te bewerken en om niet er weer aan te gaan. Mm-hmm. Dat we bijvoorbeeld deze mooie momenten waar we eigenlijk wel met de drugs hebben beleefd, dat we daar ook ergens een plaatsje kunnen geven. Maar als jullie dat continu terug in de comments gooien of ook op Discord gooien, dan is het echt ook voor ons pakken moeilijker. Wij willen even, dus dat het toch een half jaar, tot bijna een jaar, dat er niet meer over drugs wordt gesproken. Ook niet in mijn vlogs, ook niet op Discord, niet in mijn comments. Dat we het echt daartegen kunnen vechten. En dat gaat ook ons lukken. Maar stop dan ook alsjeblieft met daarover te hebben. Ja. En dan hier Jordi. Ik vind het heel vaag antwoord van jullie op 3506. Het lijkt alsof jullie gewoon terug aan het terugzitten, maar het niet durven toegeven. De reactie van Bea op 3437 komt ook maar twijfelachtig over. Ik geef gewoon maar mijn eerlijke mening. Dat weet je, hé. Ik hoop dat jullie ook wat eerlijker waren tegen ons. Jij had dan ook al daar ook op gereageerd privé naar Jordi toe, had ik begrepen. Klopt dat? Ja, ik ga er straks naartoe. Ja, ik ga even iemand beantwoorden op Discord, voilà. En dan, see you more birds. Ik weet ook niet goed wat ik ervan moet denken eigenlijk. Sarah S. Docs. Ja, ik vond het ook een raar antwoord. Maar ja, uiteindelijk is het hun leven. Hey, kunnen wij weinig aan veranderen. Buiten wat steun en moed inpraten. Dankjewel, S. Docs. Dat zijn weer een mooie woorden. Dat geeft weer onze een kracht om door te zetten. Ja. En dus bij deze, dus na deze Q&A... Na vandaag wil ik dat er eigenlijk gestopt wordt over daarover te spreken. We zijn er ook tegen aan vechten. We gaan er ook uiteindelijk er ook uitkomen. Dan gaan we naar de volgende. Livestream koken. Nul reacties. Dan gaan we door naar het nieuws. Vlog 772, 0 reacties. Maar zo gaan we er wel op geraken. 773, 1 reactie. Had on too many big bites. I'm a gorilla. Dimi heeft coronavirus. Check mijn channel. Gast. Ik ga uw vragen niet meer beantwoorden. Sorry, maar ik moet ergens een standpunt maken. En als je mij verder in de grond wilt duwen... Dan doe je maar. Maar dat helpt niet. Want nee. Dat lukt je toch niet. Want ik run... Dus ik run dit hier, hè. Dus Psycho TV, hè. Dus ja, ik raak er nu niet met mijn vinger. Niet meer alleen. Dat doe ik niet meer alleen. Ik heb hulpers nu. Helpers. Zowel moderators, nu, dus die mij ook helpen in de Discord-server, als ook in het echte leven. Punt uit. Dus, sorry, had on and to money big bites name I gorilla. Als je u terug gaat gedragen, dan kan ik ook uw vragen terug ook beantwoorden. Ik wil u nog wel een kans geven. Iedereen verdient wel een tweede kans, hè schat?
Ja. Voilà. Dan gaan we door naar vlog 774, 0 reacties. Dan vlog nummer 775, 0 reacties. Dan vlog 776, 1 reactie. Die hebben we al beantwoord. Dan 777, 5 reacties. Simon Buts. Als je niet echt volledig voor of tegen de asielcentra en vluchtelingen bent, denk ik dat Vlaams Belang niet de juiste partij is voor jou om te stemmen. Zij zijn volledig tegen asielcentra en vluchtelingen. Het is uiteraard volledig jouw voorkeur, maar ik zou er gewoon nog eens goed over nadenken, alvorens de extremistische. Ja, of zoiets. Ja. Partij als Vlaams Belang stemt. Er zijn nog andere opties. Maar kijk, ik heb mijn standpunt over vluchtelingen duidelijk gemaakt. Op welke partij moet ik dan juist wel stemmen? Zo gelijk Vlaams Belang, die wil echt voor de Vlamingen zijn. En daar ben ik ook weer al voor. Want er wordt te weinig voor de Vlamingen ook gedaan. Ja? Mm-hmm. En dan gaan we over naar de Discord vragen. De Q&A room hier. Wanneer komt er merchandising? Dat moet ik ook nog bezien, dus daarom ook meer abonnees. Dus als ik aan de 1000 abonnees zit, wil ik het eens gaan riskeren om eigen polls te verkopen. Zowel vrouwelijke editie als polo's, als mannelijke editie als polo's. Wat jullie dan zelf kunnen kopen bij mij. De vraagprijs, dat weet ik nog niet hoeveel dat het gaat kosten. Ik ga het proberen rond de 35, 40 euro te laten zijn. Ik weet het, is duur. Maar het moet ook bedrukt worden. Ik moet ook de t-shirt hier krijgen en dan ook terug versturen naar jullie toe. Bij deze. Wanneer gamen met de fans? Dat wil ik ook wel eens gaan doen. Dat jullie dan bijvoorbeeld, als ik zit te gamen, dat jullie ook bijvoorbeeld dan in de spraakkanaal zitten. Dat jullie dan ook met mij zalig kunnen praten terwijl dat ik aan het gamen ben. Maar ja, maar ze willen meegamen met u. Dan zal ik ook, terwijl dat ik dan ook aan het gamen ben, ergens op een server aan het joinen ben, dus op Construct Source of Day of the Feet of Far Track Mania, zal ik altijd de IP of de servernaam vermelden in Discord, bij deze. Dat ga ik altijd dan doen. Dan, gaan Bea en jij zich volgend jaar inschrijven voor Temptation Island? Ik denk dat jullie wel goed zouden doen daar, want jullie houden echt van elkaar. En zo kan je ook bewijzen dat jullie trouw blijven aan elkaar. Deze vraag kwam van Seymour Butts. Ik heb daar dubbele mening over. Ik wil al meedoen. Omwille van, het is een ervaring. Het is een hele grote ervaring wat je kunt bereiken. Maar mijn tweede kant zegt ook weer al van niet in te schrijven. Want het kan je relatie ook volledig kapot maken. Hoe zat jij dat zo er tegenover van Temptation Island? Bij mij is het na hetzelfde met de tweede keuze wat jij hebt gezegd. Dat de relatie kapot maakt. Ja, dat maakt de relatie kapot en ik wil niet dat onze relatie kapot gaat. Dat dus ik ga mij ook niet inschrijven voor dat programma. Maar zou je ook niet aan de ene kant wel willen inschrijven voor toch die belevenis? Gewoon voor die ervaring mee te ja, maken. Ja, dat bedoel ik. Ik wil niet dat onze relatie kapot is, dus voilà. Ik ga dat niet doen. Daarom juist. Oké. Okay. Dan, Tamara. Als je de relatie naar de kloten wil helpen, moet je aan zoiets meedoen, vind ik. Tamara, wij gaan dat niet doen.
Dan zien we buitenwereld hangt er vanaf hoe sterk de relatie is, denk ik. Dat is ook weer al waar, Simon Buts. Dimi en Bea, hun relatie is volgens mij zeer sterk. Klopt ook. Ja, dat is waar. Want wij hebben al heel zwaar... We hebben toch al één keer een hele woeste zee doorzwommen, hè? Weet je het nog? Toen dat ik weggelopen was? Nee. Ah, met K. Ja. Dat ik moest kiezen. Dat is toch in een hele zware storm in zee zwemmen. Dus, bij deze. Maar we gaan daar niet verder op in, mensen. Dan, dan Jung, Reisbach. Dimi kan hem zelfs niet weerstaan. Sowieso niet weerstaan. Ah, sowieso niet weerstaan aan de dikke borsten. Ha, 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 ha. Jung, Reisbach. Dan Jung, Reisbach komt nu. Dimi 33 of zoiets. Ben jij een borsten of een billenman? Eerlijk op antwoorden. Hoe denk jij die zelf? Borsten. Ik hou graag, ja, de borstjes zo wat graag vast. Ja, ik ben daar heel eerlijk in, mensen. Sorry. En welke van de twee vind je het mooiste bij Beatrice? Ik denk dat die vraag al beantwoord is, hè? Nee. Nee? Waarom zeg je dat zachtjes? Ik heb het gehoord. Ja. Fuck. Dus de borsten. Wat voor man ben jij, Jung? Seymour Butts. Dan Jung, Reisbach, toch wel billen, als ik moet kiezen. Ah, wel, bij deze is het ook al, dan weten we ook al van Jung, Reisbach, dat hem een billenman is. Dan heeft hij nog gereageerd, maar goede borsten moeten zeker niet onderdoen voor de mooie billen. Dan heb ik wel daarop gereageerd, geen chatroom hier, mensen. Chatroom, dubbele punt, chat, stripke room. Dan Simon Butts. Oké, zal een vraag stellen. Wat is jullie mening over neppe borsten? Moet een borstvergroting kunnen als het meisje zich onzeker voelt met kleine borsten? Of moeten we ons laten zoals de natuur ons geschapen heeft? En daar mag je eerst op antwoorden. Ik ga sowieso heel eerlijk zijn. Ik heb liefst hoe de natuur zijn gang gaat. Heeft een meisje kleine borsten? Heeft een meisje kleine borsten? Hebben de meisjes grote borsten? Hebben de meisjes grote borsten? Maar zo gelijk met die neppe borsten vind ik alleen maar op één kant kunnen. Op ene kant. Maar bijvoorbeeld, je hebt een hele zware ziekte. Dus een meisje heeft een heel zware ziekte aan de borsten. En de borsten moeten geamputeerd worden. Dat kan. Dat kan. Dan vind ik het wel weer al kunnen voor nepborsten. Omwille van, als het meisje nog altijd het meisje gevoel wilt behouden, dan vind ik dat het meisje ook die keuze mag maken. Wat vind jij daarvan? Ik wou vroeger heel graag borstvergroting doen, omdat ik onzeker ben over mijn borsten. Zeg je er nu nog onzeker van? Nog steeds, ja. Maar ook als ik die mooie vind? Ja. Waarom? Ik vind ze niet mooi, ik vind ze te klein. Maar echt te klein. Je ziet zelfs de spleet in het echt niet goed. En dat hebben veel mensen wel. Maar ga je het ooit doen? Nee. Oké. Dan, Seymour Butts. Deze vraag is ook naar jou toe, Dimi, voor de Q&A. Oké, ja, dat weet ik ook wel. Dan hier. Boef Side the Pins. Gaan we een wekelijke kookstream doen? Liefst op donderdag. Dank u. Ja, het kan alleen maar op donderdag. Boef Side the Pins. Maar dat zal pas voor volgende week zijn. Omwille van. Oh, ik had deze week niet gekookt voor donderdag, hè? Omdat ik dacht dat donderdag livestream met koken was. Mijn budget laat momenteel even niet toe. En wat als ik het eens betaal? Dan kunnen we het wel doen.
Maar dan gaan we het wel niet duur maken, niet? Nee. Hee? Oké, zie maar buiten. Dit vind ik persoonlijk een goed idee. Klopt. En dan Boothside the Pins. Wanneer eens een meet-up voor de echte fans? De meet-up wil ik wel eens laten doorgaan op een publieke plaats, een openbare plaats. Daar wil ik dan mee 2 uur tot beschikking stellen. Dus dat ik gewoon 2 uur op 1 locatie, op dezelfde locatie, blijf staan. En dat jullie dan gewoon voor een shout-out of een foto of een handtekening wilt hebben. Niet uit oplezen. Oké. Okay. Wat vind je daarvan? Ja, ja. Van pasvergroting dan? Ik weet het niet. Oké. Sorry, ik moest even iets typen naar hem om dat te weten. Maar je weet het niet. Nee. En dan is er ook nog wel een vraag geweest op gewoon op de chatroom. Misschien een livestream. Waar dat... Ik weet niet wat hij daar heeft gezegd. Om hoe laat, Dimitri? Als het doorgaat. Ja, dat is een goed idee. Vandaag zal er geen livestream zijn. Maar omwille van dat wij ook al redelijk wat vragen hebben beantwoord. Is deze video ook al eerder online gekomen op Discord. Dus als een verborgen link. Dus, en vloggers, ja, jullie zien dat dus vandaag. Dus op, vandaag is het donderdag, dus op vrijdag. Zien jullie dus dit hier. Dus maar als jullie het eerder willen zien... Vandaag zijn we woensdag. Ah ja, vandaag is het woensdag. Merci voor de verbetering. Dus de mensen zien dat dit donderdag dan. En dan, sommige mensen zien dat dit nu al op vrijdag. Omhoog van dat het een verborgen link is. Nu zeg je weer op vrijdag. Hoe kom ik op donderdag? Ik weet dat niet. Ja, mensen. Oh, ik ben ook wel moekes. En ja... Laat ik het zeggen, op woensdag nemen we het op en op donderdag krijgen jullie het zien, maar op Discord krijgen ze het eerder te zien. Ja, altijd de dag zelf wanneer dat we dit ook echt opnemen. Ja. Dan komt het ook al op Discord terecht. En wel, bij deze gaan we hier ook, via deze weg gaan we ook de vlog beëindigen. Wat gaan we nog vandaag nog doen? Familie kijken, buurpolitie kijken en Enzo Knol kijken en Stuk TV en wie nog allemaal? Geef niet maar doorgaan, ik blijf maar tellen, hè. Wat is er vandaag na familie? Weet jij dat? Holland België, nee. Is dat op woensdag? Ik weet dat niet. TV... VTM. VTM Enter. Ik dacht dat ik misschien zo'n hele lijst ging krijgen. Familie om 8 uur, dan de luizenmoeder. Daar kijk je niet graag naar. Wie kijkt er wel graag naar de luizenmoeder op VTM? Laat het hieronder in de reacties weten. En jullie willen ook wel zeker weten, als ik geselecteerd ben, voor mee te doen... met de buurtpolitie. Ik ga jullie die vraag ook direct kunnen beantwoorden. Eens even kijken. Berichten. Opdrachten. Mijn opdrachten. Ik sta nog altijd in de preselectie. Maar ik ga sowieso al 1 ding zeggen. Ik heb al sowieso voor dinsdag 10 maart heb ik al vrij afgenomen. Dus ik ga sowieso al 1 ding al zeggen. Productiehuis Zodiac Belgium. Echte verhalen. De buurtpolitie seizoen 13. In deze Vlaamse scripted reality reeks kan de kijker volgen hoe de agenten van de buurtpolitie misdrijven bestrijden en de veiligheid van de burgers garanderen. De deadline voor de hier in te schrijven was voor zondag 8 maart, maar het is al gesloten omdat het volzet is.
De laatste om 12 uur zal worden meegedeeld of u al dan niet geselecteerd bent. Deze groep is gesloten. Geen andere inschrijvingen worden toegelaten omdat het maximum aantal inschrijvingen bereikt is. Voilà. Bij deze. Dus ik hoop dat ik er ook bij ben. Ik ga jullie sowieso op de hoogte houden als ik erbij ben met de buurtpolitie. Zij gaat misschien dan ook bij meegaan. Maar ik moet wel denken, kijk, hoe laat schat, dat ik daar moet zijn. 9 uur 's ochtends? Ja. En op welke dag valt dat? Dinsdag. Dan kan ik niet mee. Waarom niet? Omdat ik in de namiddag naar het dagbesteding moet. Om hoe laat? Om 1 uur moet ik daar zijn. Ja, kijk, 1 uur, 1:15. Dus ik kan niet mee. Of kun je eens niet zeggen van, tegen de dagbesteding, ik ga iets heel leuks doen. Ik ga met Dimitri mee naar een opname toe van de buurtpolitie. Of wat ik wel kan doen, is dat ik dinsdag vrij afneem. Ja. En dat ik dan vrijdag voormiddag in de plaats ga. Dat kan ik ook doen. Oké. Okay. Dan zal ik mijn dag verwisselen. Oké, maar ja, dat zien we nog wel. Ik sta nog gewoon nog. Want ik heb max 3 dagen dat ik in een week moet gaan. Oké, dus je weet sowieso, ik sta nog op de preselectie. Dus ik ben nog niet geselecteerd, mensen. Dus het kan zijn dat ik dus echt ga meedoen met de buurtpolitie. Maar op de, van mijn dagbesteding terug te komen. Ik heb dan 2 halve dagen en 1 ganse dag. De 2 halve dagen is op maandag en op dinsdag, de ganse dag op woensdag. Maar, als ik 1 van die dagen niet kan, is de regel geworden bij mij dat ik op vrijdag voormiddag naar de dagbesteding mag gaan. Even voor de duidelijkheid, voor de kijkers en voor u. Oké, merci voor de informatie, schat. Dan gaan we hier afsluiten. Ja. En dan, ik ga nog 1 ding nog zeggen tegen de kijkers. Als ik nog ergens ga meedoen, ik garandeer, laat ik het weten, hè. Tegelijk de buurtpolitie. Mag je dat al laten weten? Ik sta op preselectie, dus ik kan nog altijd niet tegen jullie zeggen dat ik mee ga doen, ja of nee. Ik mag er wel zeggen dat ik daaraan meedoe, bijvoorbeeld als ik geselecteerd ben. Maar wat er op de set gebeurt, denk eraan, mensen. Mag ik niet filmen. Tot het op de buis is gekomen. Op de beeldbuis. Dan pas mag ik die beelden ook gebruiken. En dan komt dat ook integraal ook in mijn vlog terecht. Dan worden jullie ook op de hoogte gehouden. En ook natuurlijk de mensen op Discord krijgen die dan ook weer al eerder te zien. Dat ben ik dan een beetje oneerlijk voor de gewone kijkers. Nee, dat is de kijkers ook wel stimuleren om hier op mijn dat kanaal. Dat is stimuleren, schat. Te kunnen, op de kanaal te abonneren maar, en ook naar de Discord maar server. Maar hoe jij dat hier altijd zegt, komt dat verkeerd over, waardoor ze dat niet gaan doen, denk ik. Ah, oké. Okay. Als het verkeerd over is, zo heb ik het ook niet bedoeld. Nee, en dat weet mijn schat ook, dat ik soms dingen ook zeg. Zonder dat je door hebt dat het verkeerd kan overkomen. Voilà. Bij deze. Mensen, vergeet geen blauw duimpje. What the fuck? Zag je een keer? Zag je een keer wel een glimlach? What? Ja, okay. Ik dacht, doe eens vrolijk mee. Ja. Oké, nog een keer. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren. En op het belletje te drukken. En dan zien we jullie morgen weer terug. En dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven. En van mij. Voilà, en tot morgen. Salutjes. Yo. Bye bye. Swai swai.